Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Medewerkers kabinet van de president worden getraind tot buitengewoon agent van politie. Ministerie van Volksgezondheid kondigt grootse gezondheidsbeurs aan. Waterschappen Nikeri geven aanzet tot rehabilitatie, landbouw, infrastructuur. Coöperatie Marcusa project biedt boeren garantie voor afzet en afname. En Nationaal Leger houdt motivatiesessie op Mulo Meerzorg en Mulo Ellen. ...22 medewerkers van het kabinet van de president en het instituut van de First Lady... ...zijn begonnen aan de opleiding tot buitengewoon agent van politie. Zij zullen hiermee beter in staat moeten zijn om invulling te geven aan hun functie. De lessen zijn op maandag 15 mei van start gegaan op het kabinet. De training, die bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte, duurt 4 maanden. De cursisten hebben na afloop de bevoegdheid van BAVP'er. Het is in feite een BAVP-opleiding. Het bestaat uit 34 cursisten. En het gaat sowieso dat ze meer wetskennis krijgen. Toch? Wetskennis krijgen en dat ze meer te weten komen wat de bevoegdheden zijn waarin ze hun taak moeten verrichten. En dat ze sowieso na de hand, wanneer ze klaar zijn met de opleiding, dat ze de bevoegdheid hebben om dan als opsporingsambtenaar te mogen dienen. Normaal duurt zo'n opleiding tussen 4 maanden en 5 maanden. Ja, want dan heb je dan een rustpauze van 2 weken. Na het theoretische gedeelte heb je dan meestal 2 weken pauze. En dan wachten we dan op het resultaat. En daarna begint het praktische gedeelte die ongeveer 2 weken duurt. Dus om en bij duurt zo'n opleiding niet langer dan 5 maanden. Een van de bevoegdheden zijn dat je sowieso opsporingsambtenaar wordt. En dat je bij uitzonderlijke gevallen dan buiten inderdaad mag aanhouden. Toch, u bent opsporingsambtenaar zoals dat aangegeven is in artikel 34 strafvordering. Een deel van de praktische trainingen, laat zeggen exercitie, zal hier worden gedaan. Maar wanneer het komt op schietlessen, toch, zal dat op een erkende schietbaan gedaan worden. Okay, 1 ding heb ik ze ook al eerder gezegd. Nadat je beëdigd bent geworden, word je sowieso met bevoegdheden omkleed. En dat ze nooit uit te nemen hun bevoegdheden mogen misbruiken dan waarvoor ze deze bevoegdheden hebben verkregen. Dus sowieso letten we erop, we geven tijdens de training ook mee, dat je uw bevoegdheden nimmer mag misbruiken dan waarvoor ze gegeven zijn. En daarom trekken we heel hard aan zulke eisen. Voordat je deelneemt aan zo'n BAVP-opleiding, word je ook medisch gekeurd. Ja, er wordt ook een psychologische test van je afgenomen. En je moet dat alles positief hebben afgelegd. En je hebt ook dan daarna een antecedentenonderzoek. Dus ter voorkomen dat mensen die ongunstig staan bij de justitie in aanmerking komen om zo'n BAVP-opleiding te mogen volgen. Dus ten aanzien daarvan is ons huiswerk wel heel goed gedaan. In navolging van de Health for All Fair, die begin april in het kader van Wereldgezondheidsdag is georganiseerd, vindt in juni wederom een gezondheidsbeurs plaats. Deze activiteit, die groter van opzet zal zijn, wordt in het kader van 150 jaar Hindoestaanse immigratie georganiseerd door de stichting Organisatie Hindu Media. Het ministerie van Volksgezondheid zal een grote betrokkenheid hebben. Wij spraken minister Amar Ramadien. Ja,
1 tot 5 juni in het kader van 150 jaar Hindoestaanse immigratie hebben wij met de stichting OHM op hun verzoek meegewerkt om een beurs te organiseren. Dus we participeren in eigenlijke activiteit van de stichting in de Antonie Nessies Portal, waarbij we alle overheids- gezondheidsinstellingen, maar ook particuliere bedrijven, individuen die bezig zijn, verenigingen, etc. de gelegenheid willen stellen om informatievoorziening middels een beurs te geven aan die samenleving. In de ruimste zin des woords, het SZF gaat er zijn, AZP, heel veel instellingen die op hun manier, u weet wat, de Health for All Fair, laatste ringweg, dat is een proef eigenlijk. Het is goed gegaan, goed overgekomen, positieve reacties, mensen hebben me gebeld, u moet meer van dit soort dingen doen. Nou, dit is één jubileummoment, we hebben meerdere jubileummomenten dit jaar, we gaan proberen daar iets te doen. Maar zo moet u het zien dat wij een activiteit gaan stimuleren die de informatievoorziening moet bevorderen. Mensen daar ook een paar activiteiten kunnen doen, et cetera. Alles in het kader van dingen. Dus 1 tot 5 juni, komende dagen komt er meer informatie vanuit het ministerie. Volg ook de Facebookpagina van het ministerie, alleen dat je kan zien wat precies activiteiten zijn. Er is een evaluatie geweest, zeker. We hebben die beurs in 4 dagen georganiseerd. Dus dan nog zeg ik, het is heel goed overgekomen bij de samenleving. Mensen hebben behoefte aan informatie, mensen willen weten wat kan je allemaal bij AZP doen, wat is dialyse, wat is dieet, wat voor dieet moet ik volgen om af te vallen. We hebben ook gezien de oogpolie daar, de mobiele oogpolie, hele grote vraag naar mensen, konden gratis oogmetingen doen. We hebben laatst de poetsbeurs gehad bij JTV, waarbij mensen ook konden zien van dat JTV ook pakketten verkoopt. De directeur van JTV heb ik hier gezien. Maar dit soort van momenten, we onderschatten het toch te veel, hoe belangrijk het is om die informatie gewoon te brengen naar die mensen. Want dat mensen gaan stappen naar een kliniek om te vragen, u gaat niet naar stappen naar AZP, naar een poli om te vragen. Waarschijnlijk krijgt u niet eens die informatie daar wat u wilt. Maar er zijn speciale mensen die daarvoor getraind zijn. Dus die vraag is groot. Die vraag is groot om de informatievoorziening naar die samenleving te stimuleren. En dat gaan we middels meerdere van dit soort activiteiten doen. We doen het vaak in samenwerking met de PAHO, de UNICEF. Zo moet u dat zien. En we gaan meer in die informatiesfeer komen. Kijk, iedereen is het over eens dat je gezond wilt blijven. En iedereen heeft er baat bij ook dat je gezond blijft. Niemand is lekker als je ziek bent. Niemand wil ziek zijn. Het zou niet goed zijn. Het is niet goed zijn dat je denkt dat ziekte maar te onderschatten is. Maar iedereen wil gezond blijven. Iedereen beseft ook dat je om gezond te leven, dat niet je gegund is. Maar dat je daarvoor ook moet vechten en werken. Dus je hebt automatisch inspanningen nodig om informatie te krijgen, maar die informatie moet ook geaccepteerd worden en verwerkt worden en ook uitgevoerd worden. Dus dat ik je die informatie geef, betekent nog niet dat ik moet verwachten dat je ook inderdaad gezond gaat leven. Jij gaat ook naar jouw capaciteit en naar jouw eigen situatie moeten kijken, want ja, we weten, er wordt gezegd, gezonde voeding is duur. Ik ben die mening niet toegedaan. Ik ben die mening absoluut niet toegedaan. Als we kijken naar wat bijvoorbeeld fastfood of een portie buiten kost, en je gaat kijken wat je daarmee kan kopen aan gezonde voeding, zoals een bos groente. Rijst voor de long run kost het misschien meer, maar het is 25 kilo rijst of 10 kilo rijst. Kan je zoveel doen. Dus nogmaals, je moet beseffen dat de gezondheid van jou eigenlijk vooral bepaald wordt door jouw eigen wil. En die informatie is wel essentieel om de juiste stappen te zetten. Dus zo moet je het zien. Informatie geven betekent niet per se succes bereiken. Je moet ook dat kunnen volgen in het programma. Daar is het HARTS-initiatief die alles volgt van iemand. Dus er gaat veel meer informatie komen, ook over HARTS. We gaan uitrollen naar ook particulieren, naar medische zending, naar overal. Over het land hebben mensen recht op informatie over hun gezondheid. Middels de ondertekening van contracten met de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij en Regionale Ontwikkeling en Sport hebben 12 waterschappen van Nikeri een belangrijke stap gezet naar de rehabilitatie van hun landbouwinfrastructuur. De contractondertekening vond plaats op vrijdag 12 mei. De ministeries hebben zich in de afgelopen maanden ten volle ingezet om tot dit moment te geraken. De waterschappen hebben zich eraan verplicht zich te houden aan het onderhoud van dammen, lozingen, sluizen en irrigatieleidingen. Dit was een van de belangrijkste vereisten van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank IDB als financierder van het project.
Suriname is voor de uitvoering namelijk een leningovereenkomst van $30 miljoen aangegaan met de financiële instelling. De rehabilitatie van 6 van de 12 waterschappen is onderdeel van het duurzaam landbouwproductiviteitsproject dat tot 2025 zal lopen. Het project moet resulteren in verbetering van het waterbeheer. De productie en landbouwgegevens die moeten resulteren in een betere besluitvorming. De werkzaamheden in de waterschappen Waldeck, Sidoregio, Margaretenburg en Clara Polder moeten binnen 4 maanden van start gaan. Het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness, NOVA, is in het kader van de financiering binnen het Marcusa-project bezig met de opzet van een coöperatie. Raj Kirpal, voorzitter van het NOVA-bestuur, zegt dat dit orgaan de boeren zekerheid biedt van afzet en afname van hun producten. De coöperatie zal een samenwerking hebben met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Kijkt u mee. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is begonnen met een Marcusa-project. Daarbij heeft de minister mij gevraagd om een samenwerking aan te gaan met het ministerie. Ik heb na het eerste gesprek direct erin kunnen terugvinden en we hebben gecommitteerd als NOVA om de boeren te financieren. Voorwaarden die we vast hebben gesteld is dat wij een coöperatie zullen oprichten die in feite de spil zal zijn voor de financieringen. In dit geval hebben we afgesproken om de boeren te faciliteren met 0,5 hectare zonder dekking. U heeft een terrein. Komt u in aanmerking voor een lening, u gaat registreren bij het ministerie van LVV op een van de regiokantoren van hun. Aanvragen worden dan gescreend, doorgestuurd naar de bank voor een financiering. Elk regiokantoor van het ministerie van LVV heeft de nodige informatie om zo'n screening en registratie te doen. Wij hebben als NOVA ons bereid gevonden om die 0,5 hectare te financieren. Het past binnen de wettelijke kader die wij hebben als NOVA. We moeten ons houden aan al de vereisten en de verplichtingen zoals vastgesteld zijn voor in de beschikking van NOVA. Op dit moment is het proces van oprichten van een coöperatie aan het gaan. Wij hebben de coöperatie als spil meegenomen, omdat de coöperatie toch wel een bepaalde zekerheid biedt voor de boeren en ook voor de afzet- en afnamegarantie. Voor NOVA is belangrijk dat wij na de financiering onze leningen terugbetaald krijgen. De coöperatie zal dan hierop moeten toezien, die ook een samenwerking heeft met het ministerie van LVV. Het ministerie van LVV gaat de plantjes klaarmaken, de nodige inputs geven, trainingen geven, begeleiding geven aan de boeren. NOVA die gaat die aanvragen dan ook versneld goedkeuren. Als ik het in het kort mag noemen, de boer die geeft aan, ik wil meedoen aan het Marcusa-project, die gaat naar zo'n regiokantoor, registreert zich, wordt ook een registratieformulier ingevoerd, vult van de coöperatie. Die aanvragen worden dan gescreend door de regiokantoren, goedgekeurd en doorgestuurd naar de bank. De bank die gaat het dan na de eerste screening en na de ontvangst van de vereiste documenten doorsturen naar het bestuur. Het bestuur keurt het goed. We hebben intussen ook nog een verkorte procedure met de bank afgesproken dat wij die aanvragen sneller kunnen behandelen. Het feit zal zijn dat de boeren die zo'n financieringsaanvraag indienen, wel verplicht lid zullen worden van de coöperatie. Tot 0,5 hectare, 9 maanden graceperiode, zonder enige inbreng kunnen de boeren gebruik maken van deze faciliteiten.
Op woensdag 10 mei heeft kapitein Syam Manising van het Nationaal Leger op uitnodiging van All for One Suriname motivatiesessies verzorgd op twee scholen in het district Komowijnen. De legerofficier belichtte verschillende aspecten met de leerlingen van Mulo Meerzorg en Mulo Ellen. Hij benadrukte dat het leven enorme uitdagingen kent. Kapitein Manising hield de jongeren voor dat onzekerheid en verwarring op alle aspecten van het leven hebben toegeslagen. Het is daarom belangrijk om in tijden van crisis te werken aan een zelfvoorzienend leven. We moeten streven naar menselijke vooruitgang, stelde de legerofficier. Hij bleef ook stilstaan bij suïcide onder jongeren, wat schrikbarend is toegenomen. Stress, depressie en seksueel misbruik zijn volgens kapitein Manising enkele factoren die maken dat men overgaat tot zelfmoord. Hij acht het daarom belangrijk dat zaken onder de aandacht van leerkrachten, ouders en vrienden worden gebracht, zodat er op tijd hulp kan worden geboden. All for One Suriname staat onder leiding van Ariane Harnam. Van de organisatie was Mamsha Yaktou aanwezig tijdens de motivatiesessies, als ook luitenant S. Sodinomo en sergeant J. Manberg. Kijkers, dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.